ik ben al begonnen. Hoi mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ik ben Marina, ik ben 12 jaar oud. Nu kijk ik in en ik zit verder. En ik ga na het rijden even laten hoe we hier op de manege altijd afzalen. En dus laat ik even snel de zadelkamer zien hoe dat allemaal gaat bij ons. Nou, lekker rijden. Jij ook eens. Wacht even nog een keer, want ik liep al weg. Want dat hebben ze niet gehoord. Ja, vertel. Ik ga ook lekker oefenen met Samantha weer voor de paddedeuven. Zondag zijn ze op Gizmo. Samantha, waar ben je? Ja, hier. Ik ga het tussenuit. Veel plezier, dames. Tot zo. Ja, goed zo, Marina. Linker teugel nietjes bij. En rechterbeen, daar. Oh, nou rechter teugel een beetje opvangen. Ja, en nou doordrukken. Zo. Ja. Ja, goed zo, Maya. Goed zo, Samantha. Hou vol. Ik zie Roxy ook langzaamaan aankomen. Goed zo. Vandaag moet het laatste stukje echt tot in de hoek afmaken, Marina. Stelling vragen, Marina. Juist. En dan doordrukken. En nou volhouden naar links, toe, anders gaat hij al achter pebbles aan. Ja. Zo, ja. Goed. Beter al als ze net, super. Ja. Ja, goed, Kiki, even voorwaarts. Oh, jammer. Op zijn San. Auto voorwaarts. Oh, andere San is. Ja, ja. Netjes maaien. Hop, hop, hop. Yes. Tik hem eens aan, Marina. Oh, nou, ja, afgesneden, dat is jammer. Ja. Zo, niet te ver naar achter leunen, Samantha. Rechtop. Lekker zonder zadel. Ga gewoon niet galopperen. Niet? Nee. Waarom niet? Nee. Jij. Nee. Oh. Pijn. Ja. Maika, Lillek. Achter tevoren zitten, nou. Ja? Lukt ja. Niet? Dan parkeer je hem even op midden. Lukt niet. Bestaat, bestaat niet. Bijna, Sanne. Kom je hier erop stappen? Jee, yeah, Samantha ook gelukt. Marina. Hij ging ineens lopen. Je pony is bij de zee, Marina. Ja, je gaat de goede kant op. Gewoon doorlopen nu. Ja, als het goed is. Iets naar voren. Als we willen. Ja. Nou, ik probeerde om te draaien, alleen. Moet je die handen van? Ja, kom maar naar voren, Marie. Kom maar hierheen, dan kan je opstappen. Sorry. Kom maar, eet jezelf, kom. Wel? Dag, Verrel. Niet doen. Nee, blijf, loop maar naar Verrel. Wat heb je met je been? Ik ben gevallen woensdag met Bart. Ja. Oh. Dus, maar stap iets scheef, voor je half een hoek.
Weet je nou niet? Ik denk, hè? Jij was hier net toch ook al? Nog een keer proberen. Ja, ga jullie gang, hè? Want door die anti kunnen we toch niet zo. Ga maar stilstaan hier, want dan kunnen we beter filmen. In één keer hoor, spring. Ja, jij ja, hoor. Bijna weer aan de andere kant eraf. Ja? Nee, je moet nu een beetje naar achter gaan zitten met je kont. Nee, ietsjes naar achter gaan zitten met je billen. Je even... Ga je gang. En dan met je kont goed naar achter gaan zitten. Ja, maar dan val ik. Ja. Nou, niet lopen. Keurig. Ga even een stukje lopen. Oké. Nee, mama, stop. Nee, ik weet niet hoe ik terug moet. Mensen denken, ga lekker binnen staan. Mijn pony vindt het. Nee. Hoppa. Ik ga ook wel zitten. Nee, hoor. Oh, zo bedoel je. Nou, nu zit je echt als een dame. Wacht, was dat voor je gereden anders? Ja. Dan zie ik jou. Hoi. Jij achteruit. Als doorloop ik is, man. Nou, ik laat je even zien hoe wij dat doen na het rijden. Ik ben er echt super vaak afgevallen. Alleen de laatste keer toen viel ik nogal hard en ik liep bij. Maar, oké, bij het afstappen was dat. Nou, we doen eerst even hoofdstel af en die gaan we eerst even afspoelen. Kom maar mee. Ja, het zadel hadden we al. Altijd als je hier rijdt, mag je altijd wortels uitdelen. En er lagen nog wat wortels in zijn bak van de vorige iemand. Ja, en hier ook naast je. Nog één stukje. Heel smakelijk. Nou, dan lopen we eerst even naar een kraantje. Kom eens erbij. Nou, dan doen we even kraan aan. En dan pak je dit. Het is heel belangrijk om je dit zeg maar, te doen. Anders kan je een wondje in je mond krijgen. En dan is hier het belangrijkste hier aan de zijkant om het echt groot te krijgen. Ik ga even een lampje erbij doen. Nou, we gaan nu een zaakkamer opruimen. Ik weet toevallig dat verder nummer 4 is. We hebben alle nummers. Ik kan het net het lijstje laten zien. Ja. En hier het lijstje. En veldje is nummer 4. Hier allemaal staan een zaakjes. En hier zie je dan ook nummer 4. En nummer 4. Heel goed. Dan gaan we ze deken doen. Gaan we een dekentje op doen. Meestal, want nu mochten ze niet zoveel zweten en lopen, omdat ze pas zijn ingeënt weer. Maar als het zomer is en ze hebben gezweet, moeten ze de eerste tijd 20 minuutjes hun zweetdekentje om. En dan moet je hem gaan verwisselen naar zijn dikke winterdeken. In de winter bedoel je? Ja, in de winter. Maar in de zomer moeten ze soms de zweetdekentje. Ja, alleen de zweetdekentje. De lengte. Maar ja, je hebt het. Nou, dit is een deken. En dit is een zweedeken, maar dit is een pyjama. Noem ik het. Filmt hij nog? Ja. Hallo Kim. Hallo Kim. Hoi. Is Kim. Mag er niet. Sorry, ik hou wel van je. Ja, dan doe ik hem al dicht. Sorry Kim, love you. Doei. Hier staan 6 ponies in het weidje dingetje, stalletje en ik, daarvan zijn 4 met dit ding. Kim, ik eerst eruit, jij erin. Nou, dan doe ik weer niet scherp stellen. Oh ja, daar is die weer. Loopt de klieren verder. Ik ben het lekker vaak van je afgevallen. Oh, mijn knieën doen nog steeds pijn. Oké. Dus zo. Nou, dan gaan we nu hier. Uitriemen noem ik het. Verder, ik wil dat even filmen. Hoef je niet je snoep te worden. Vervelende pony ben je. Lieve vervelende pony.
Hij heeft helemaal niets gezweet. Dat snap ik ook wel. Zo. Het is ook wel leuk als ze niet zijn ingeënt. Want dan kan je ook allemaal leuke dingen doen zoals wij net hebben gedaan. Dus dat is wel echt leuk. Ah, wat denken jullie nu, schatten? Nou, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Dan weet je het ook hoe het hier op een deze Waalzicht gaat na het rijden. Voor het rijden kunnen we helaas niet zo vaak laten zien, want dan zijn ze al meestal aan het rijden. Even terug, kom. Dus ja, nou, tot morgen dan. Joe! Ah! Ah!